Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar de gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. Het is weer een Delfinendag en we gaan proberen er weer wat van te maken. Verder heb ik nog niet veel te zeggen, maar in ieder geval laten we deze dag beginnen. Zo, ik ben al een paar uurtjes op de Delfinen. Ik dacht, ik ga even vloggen, want ik heb een gespreksonderwerp. Weet je wat het probleem met Zoutpark is vandaag de dag? Het is gewoon niet leuk meer. Ik bedoel, in het begin was het heel vernieuwend. Ze namen dingen op de hak en beledigde dingen die moesten beledigd worden. Maar tegenwoordig beledigen ze gewoon voor het beledigen. Ik zie er de humor niet echt van in. Vanuit mijn context als autist is dat heel erg moeilijk. Ja, echt waar. Plus, er zijn aardig wat redenen waarom ik Zoutpark haat. De goorheidsfactor. Ze maken grappen over aids. Ga zo maar door. En nu zullen jullie wel denken, Mr. Rhino, waarom vind je het niet leuk dat ze grappen over aids maken? Dat komt omdat mijn idol Freddie Mercury eraan is overleden. Daarom vind ik het niet leuk als mensen grappen maken over aids. En om eerlijk te zijn, begrijp ik waarom die makers van South Park doodsbedreigingen krijgen. Ik denk dat er zelfs mensen zijn die die twee willen vermoorden. Begrijp ik maar al te graag. Maar dan weer. Die twee makers van South Park, Trey Parker en Matt Stone, zijn nog beter bewaakt dan de president. Dat weet ik wel zeker. In conclusie, Zoutpark is gewoon niet meer wat het geweest is. In ieder geval, dat is alles wat ik tot nu toe te vloggen heb, Rhino's. Tot later. Zo, ik sta hier ergens in waarschijnlijk Beesterswaag waarschijnlijk. En zoals jullie zien, ben ik met de Johnny Loco weg. Ik dacht, ik neem mijn vlogcamera mee, dan kan ik even vloggen. Ik heb echt geen flauw idee waar ik ben, maar waarschijnlijk een beetje te zwaag. Ik ga proberen om zo snel mogelijk terug naar de Delfinen te gaan, want ik heb nog afwas staan. Dat rijmt. Maar goed, ik ga nu. Later. Zo, ik ben weer thuis. En ik denk dat de meeste van jullie het wel hebben gehoord. Eerder vandaag zijn er terreuraanslagen gepleegd op een vliegveld in Brussel. En twee metrostations in Brussel. Alle drie opgeëist door IS.
Er zijn heel wat doden gevallen. Het Europese Uniegebouw, of wat voor gebouw dan ook, dat vlakbij van die metrostation zit, is ontruimd voor de veiligheid van de mensen daar. Je kunt je gewoon niet voorstellen hoe erg terreur is. Wat IS toe in staat is. Mijn hart, gedachten en gebeden gaan uit naar al die dode mensen die in Brussel zijn omgekomen bij de explosies. We moeten gewoon een einde maken aan terreur. Want het is een serieuze zaak. Ik laat me niet gek maken door die woorden. Ik zie jullie later weer. Zo, daar was ik weer. Omdat ik verder niet echt meer gespreksonderwerpen heb, dacht ik, ik stop de vlog hier. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit ook een toffe vlog, ook al was hij nogal kort? Laat dan even een reactie achter. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal. En dan zeg ik nu zoals altijd. Later.